Dames en heren, leden van de gemeenteraad. Ik open deze raadsvergadering door u allen van harte welkom te heten op de laatste vergadering van de raad van de gemeente Nijenveen. Een vergadering niet in onze vertrouwde raadzaal in de Dorpsstraat, maar in ons dorpshuis De Schalle. Mag ik het bij deze algemene begroeting laten. U allen bent nogmaals gesteld van harte welkom. Heren leden van de gemeenteraad. Ongeveer 5,5 jaar geleden hebben we samen mogen werken aan de belangen van de gemeente en van de gemeenschap van Nijenveen. Gemeenschappelijke behartiging en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dus niet verdoezeling van principiële scheidslijnen. Laten leden van gemeentebelangen, liberalen en christendemocraten, zich maar duidelijk van elkaar onderscheiden. Onze democratie is een veelstromenland. En we moeten niet doen alsof het allemaal één pot nat is. Maar onderscheid is wat anders dan onderlinge scheiding. In dit verband is het altijd goed om weer nauwgezet te luisteren naar wat Thorbjerg heeft gezegd. Aan het hoofd van een gemeente staat een raad. Niet een meerderheid of een fractie of een college. Nee, de raad. Een ondeelbaar geheel. Waartoe ook de wethouders behoren. Wat die raad eenmaal besloten heeft bij meerderheid van stemmen of eenstemmig, dat is voortaan de bestuurlijke beslissing van ons allemaal. Zoals u er allen ziet, raadslid of wethouder, destijds gekozen door een bepaalde groep en daarna voor het geheel van de bevolking. Geen kunstmatige eenheid dus, maar na overleg wel eendracht. Een moeilijke zaak, dat is de democratie altijd geweest. En het zal er nooit anders worden. Maar als ergens het hart van de democratie klopt, dan zeker wel in ons plaatselijk bestuur. En zonder enig voorbehoud stel ik dat wij ons allen hebben ingezet om de spelregels goed in acht te nemen. Dat is een compliment aan het adres van de gemeenteraad. Een van de spelregels is respect voor het verleden. Ik heb vrijwel zeker bepaalde dingen anders gedaan dan mijn voorganger. Ik ben nu eenmaal geen afgunstig van zijn persoon. Maar laat zoiets nu nooit verleiden tot de gedachte dat daarom het verleden waardeloos is geworden en kan worden afgedaan. De democratie heeft een voortdurend groeiproces doorgemaakt en is nog steeds in ontwikkeling. Bij bijvoorbeeld de besluitvorming over de openbaarheid, kijk dan niet meer waardig achterom, maar met het begin naar de afgelegde weg die voor ieder van ons nu eenmaal anders verloopt. Men kan tot iets besluiten, abrupt en plotseling. Er is ook de geleidelijke weg van rijping en het naar iets toegroeien. Zo'n groeiproces heb ik als burgemeester in uw aanwezigheid doorgemaakt. In een plaatselijke krant, de journalist die zit hier, werd de gemeente Nijenveen omschreven als een dartelende jonge meid. Ik zie het als een compliment voor de gemeente en de gemeenschap van Nijenveen. Men moet bedenken dat de jeugd geen levensperiode is, maar een gemoedstoestand. Een temperament van de wil, de heerschappij van moed en niet van angst. Van drang tot avontuur en niet tot gemakzucht. Niemand wordt alleen oud door het verstrijken van de jaren.